Nou, wat ik zo net ook al aan onze groep heb verteld. Allereerst alle complimenten voor jullie, hè, dat jullie in zo'n korte tijd zoveel gemaakt hebben en bedacht hebben. En allereerst vond ik het proces, hè, voor mezelf was het ook heel erg leerzaam om te kijken hoe we in zo'n korte tijd zoveel ideeën kunnen genereren en uitwerken. Dat was voor onszelf wel heel leerzaam. Maar natuurlijk ook alle ideeën. We hebben 5 verschillende bruggen gekregen. En niet alleen bruggen, maar ook een aquaduct. Hè. Er is dus echt heel creatief gedacht. En er is niet alleen gedacht over de fietsbrug, maar ook echt de beleving van die fietsbrug. En dat is natuurlijk ook echt ons doel. Hè. We willen een fietsbrug realiseren die ook iets teweeg brengt in Nederland. Die aansluit bij de doelstellingen van Culturele Haatsten. Nou, daar hebben jullie heel goed over nagedacht. En mooie prototypes ook. Dus, ja, mijn complimenten. Heel leerzaam voor ons en wij kunnen er zeker wat mee. Dus wij gaan verder bouwen op jullie ontwerpen. Dus bedankt. Veel succes! Ik sluit mij graag aan bij Trienken met de complimenten. Ik heb maar de helft van de dag meegemaakt. Ik begreep dat het vanmorgen toch lastig was om eventjes in te draaien van wat er allemaal moet gebeuren. En begin van de middag dacht ik ook, tjoh, waar hebben ze het allemaal over? Ik kon het zelf nauwelijks volgen. En als ik dan zie wat voor presentaties jullie hebben gepleegd, dan ben ik daar heel trots op, want dat is goed gegaan. Alle verschillende gedachten, dat was van totale sloop van de wijk en opnieuw bouwen met een mooi plan, tot heel concrete zaken waar een huis werd gepresenteerd, waar je de terugverdientijd kon krijgen en waar je keuzes in kon maken, tot een heel creatief plan als het ging om zonneschermen met zonnepanelen en allerlei apparatuur daaraan vast. Dus ik wil jullie ook zeker de complimenten doen en wij zijn er in die zin hebben de lering uitgetrokken dat wij er zelf ook over gaan nadenken. En dat nadenken dat heeft wel een vervolg ook samen wel met de Friese Poorten, denk ik. Dus hartelijk bedankt. Een stuk opgesloten. We zijn duurzamer geworden met z'n allen. Al was alleen maar dat we er erg goed over na hebben gedacht. En de vorige leider zei het al, het moest even op stoom komen. Een slechte, trage diesel. Maar toen die één keer op stoom kwam, kwamen er goede ideeën. En dan wat ik dan leuk vond, bij jullie allemaal, is dat als jullie vastliepen in het waarom, of wat moet er nou verder, dat er toch weer een of andere genicus was in het clubje die zei, ik heb een vraag. En daar ging het om. Je moet niet vastlopen. En als je vastloopt, is het geen schande, dan steek je vinger op. En dan ga je vragen aan iemand anders, hoe nu verder, wat is de richting en waarom loop ik vast. Ik denk dat dat de winst is van vandaag. En dat er allerlei partijen over mijn schouder en daarmee ook over jullie schouder meekijken naar de resultaten, is natuurlijk prima. Want dit was maar een begin. Want ik heb het dus afgesproken dat de afvalde mensen voor de energie-neutrale bouwplaats bij mij een keer op het werk mogen komen kijken. En we gaan kijken of we dat voor de andere clubs ook kunnen organiseren. En dat heeft 2 doelen. 1, met voeten, laarzen tot de knieën in de drek. Want dat is het buiten. En 2, kijken wat er voor duurzaamheidsinitiatieven al gewoon buiten zijn. En dat kun je voor een deel niet weten. En dan kom je misschien wel tot de ontdekking dat een aantal hele goede ideeën van vandaag buiten er al staan. En dat kun je niet weten. Maar dat betekent dat die goede ideeën die jullie al hebben ontwikkeld vandaag, anderen, separaat van jullie, die al hadden ontwikkeld en die werken al, dat betekent dat het een groot compliment is voor die ideeën, want anderen hadden ze al buiten geïmplementeerd. En we gaan kijken of we daar nog een verbeterslag in kunnen doen. Dus wat dat betreft, alle hulp voor het proces en misschien binnenkort welkom op de Centrale Assen.